Welkom allemaal bij Angry Goldfish. Zoals gezegd in mijn vorige video gaan we het hebben, vandaag hebben over de wapens in Apex Legends. Nu, dat zijn er een stuk of 20, dus het gaat een redelijk lange video zijn. Hoe gaan we te werk gaan? We gaan dus eigenlijk beginnen van de slechtste naar de beste. Nu, en welke dat ik gebruik, en jij mag ook achterlaten welke dat jij graag gebruikt. Want het gaat er eigenlijk om dat jij dan meer weet over de wapens en de pro's en de cons van alle wapens. Dan gaan we nu beginnen met het eerste wapen. Dus we beginnen, zoals gezegd, van het slechtste wapen naar top tier wapen. Zoals gezegd, beginnen we met de slechtste. En neem deze nu heel serieus. De slechtste. De Mozambique. Op deze zicht is dat precies een gewone handgun, maar dat is eigenlijk een shotgun. Ja, een shotgun. Het is uniek. Ja, dus je moet al heel kort zijn voor iets of wat. Damage te doen. En eigenlijk moeten al uw hits echt hitten, want het heeft maar een 3 round magazine. En als je er één mist, bijvoorbeeld je mist uw laatste shot en je moet er laden in een gevecht, ja, vergeet het dan, doe het. Wat dat damage betreft is het ook niet echt denderend, want de damage is headshot 66 en bodyshot 45. Damage. Je hebt dan ook nog attachments, dus een standaard optic en ja, uw shotgun bolt om het af te ronden. Nu een goede tip aan iedereen dat nu aan het luisteren is: als je niet liggen, loopt hem voorbij. Nu natuurlijk, als je echt niks anders hebt, dan pakt hem wel. Over deze wapen valt eigenlijk niet veel te zeggen. Buiten dat het echt is voor, ja, nou, dit is echt, dat is meestal het eerste wapen wat dat je tegenkomt als je ergens landt, met pech. En, ja, allee. Voor de rest kan ik echt niet veel zeggen over de Mozambique. Want, allee, het is gewoon een slecht wapen, vind ik. Nu, als je je enemies kunt verrassen, dan zou het misschien wel kunnen zijn dat je er iets mee kunt doen, maar rekent er niet op. Gaat dan voor een van de andere shotguns die later aan bod zullen komen, die veel hoger in rang staan dan deze. Het volgende wapen, gaat de P22 zijn. Dus, de P2020. Het is eigenlijk een standaard pistool. Je kunt het niet standaard, ja, je kunt het niet gewoner krijgen als deze. Ik krijg veel armen. Dus ja, die heeft een 10 round magazine. Zie je het? Meer dan daar. En het gebruikt light rounds. Dus je moet niet verwachten dat je er een vogel mee gaat afschieten, want neig veel damage doet het niet. Dus ik raad gewoon aan om het te gebruiken, de P2020, in het begin van uw game sessie. Dus voordat je eigenlijk uw hoofdwapens vindt. Nu, voor damage, headshot doet hem 18 damage, bodyshot doet hem 12 damage. Daarin is hem iets zwakker dan de Mozambique. Maar het enige voordeel wat deze heeft, is dat hem 10 kogels kan dragen. En dat kan nog uitgebreider gaan als je uw Extended Light Mag vindt voor de P2020. Ah, oh my, zeg, wat kan een verspreking. Dan heb je nog uw attachments. Dus zoals ik al zei, daar juist uw Extended Light Mag. En dan heb je nog je standaard optic.
Nu, deze staat juist boven de Mozambique. Hij is iets beter als de Mozambique. Waar de Mozambique in faalt, schijnt de P2020, want nog eens 10 kogels in een magazijn en als je uw extended light mag hebt, zijn het er waarschijnlijk 20. Hangt er zelfs vanaf wat kleur dat je hebt van light mag, want je hebt ook verschillende kleuren. Dus het kan goed zijn dat je er 50 kunt steken bij purper. Bij purper light magazine. Het volgende wapen gaat zijn de alternator. Dat is weer al een stage in hoger, hè? Zoals gezegd, pardon, is het nu de beurt aan de alternator. Dat is de submachine gun. Fans van Titanfall 2 gaan dat zeer appreciëren, want het is vrij sterk voor een kleine submachine gun te zijn. Het is de 16 round full automatic SMG. Het is het beste voor Corbin ook. Nu, als je het van ver gebruikt, is het wel aan te raden. Het is niet aan te raden voor het van ver te gebruiken. Want er zit heel veel recoil op. Dan damage. Headshot 19 en bodyshots een 13 damage. Ook niet woehoe, maar je moet ook tellen dat het meer als één kogel per afschiet. Nu, dat was ook beter dan de eerste wapen van het filmpje. Hè? Dan voor uw attachments heb je een barrel stabilizer, een standaard optic, een extended light magazine en een standaard stok. Nu, ook die variëren in zeldzaamheid. Dus je hebt wit, dat is gewoon, je hebt blauw, dat is blauw is al iets zeldzamer, paard is epic. En dan nog, ja, dat is het. Blauw en purper. Wit, blauw en purper, ja. Dus dat verschilt van kleur. Dus bijvoorbeeld had jij een paarse Extended Light Magazine, ja, daar gaan misschien 30 kogels in. Tegenover uw andere gaat er maar 20 in. De alternator is een heel leuk wapen. Dat zoek ik meestal als eerste als ik begin te spelen. Het volgende wapen moet ik zien in mijn lijst, want dat is de R45. De R45. Geweldig. Nu, zoals gezegd zijnde, de R45. Dat is de pistol. Ook niks bijzonder. Dus hij lijkt zwakker dan de P2020. Maar het is een full auto pistol. En hij draagt 15 rounds. Dus ja, eigenlijk het betere broekje van de P2020. Dat is ook iets wat ik als eerste ga zoeken als ik hem vind. Dat is geen slecht wapen. Dan ja, damage profile. Nee, mijn damage eigenlijk gewoon. Headshot 16, damage bodyshot 11. Nu, hè. Kan altijd beter natuurlijk, maar je werkt wat je vindt in het begin. Dan dus uw attachments, ja, barrel stabilizer, standard optic en extended light mag. Dus ja, dat verschilt dan ook weer in kleur hoe goed dat ze zijn. Allee, ja, wat je dan kunt doen, inhoud en dingen. Maar ik raad deze wel aan, want deze heeft eigenlijk de goede. Je kunt er beter mee verwerken dan met de P2020 en dan met een Mozambique. Nu, de rest, dat is niet moeilijk, want niemand gebruikt dat spel. Ja. Wat wil ik nog zeggen over de R45? Ja, dat is geen slecht wapen, eigenlijk. Want ik zeg, het gaat nu naar de betere wapens toe.
Dat is geen slecht wapen. Zeker oprapen als je het vindt. Dan rest er mij nog te zeggen dat we naar het volgende wapen gaan. En dat is de Prowler. Mijn personal favorite. Zonder zever. Now let the fun begin. De Prowler. Een van mijn favoriete wapens. Hands down. Favoriet. Dat is een machine gun. Mijn heavy rounds. 20 heavy. 20 rounds. SMG. Dus heavy. Het is de rapid fire. Dus het heeft de rapid fire van een SMG. En de nauwkeurigheid van een assault rifle. Dus wat eigenlijk wel goed is voor alles. Dus je kunt ermee van ver en je kunt ermee van kort. Hij schiet in 5 round bursts. Dus ja, dat wil zeggen. Ja, dat dan. Ja, 5 round bursts. Dus eigenlijk als je die allemaal raakt. Daar gaan we een beetje verder op in. Kun je wel iemand downen. Dus knocken, zoals mijn zoon zegt. Je moet wel zitten staan met je aim, want je moet heel voorzichtig aimen, want als je echt alles uit een wapen wilt halen. Nu, damage, headshot 21 per bullet, dus onder een 5 damage als je alles landt. Body shot is 14 damage per bullet, 70 damage als je alles landt. Ik zeg het. Prowler is een beestig wapen. Echt waar. Dat is nu niet overdreven. Iedereen loopt rond met een heel groot geweer. Sorry. Met een heel groot geweer. Ik loop rond met een Prowler. Ja, waarom? Ik vind dat, zeg het, hands down is dat een heel... Het is gewoon een goed geweer. Dan die attachments, of onder blijven erover door tattelen. Een standaard optic, een extended heavy mag, een standaard stok, en dan heb je hier je eerste hub. Maakt niet uit. Select fire receiver. Wat houdt dat in? Dat je eigenlijk kunt switchen. Ik denk dat je dan kunt switchen, want daar ben ik niet zo zeker van, dat je dan kunt switchen van je burst naar single fire of van een burst naar automatic. Daar ben ik niet zo zeker van. Maar dat is niet de min. De Prowler, hands down, goeie wapen. Vinden dat, houd dat. Als u secundaire weapon bij wijze van spreken. Zoekt dan een groter wapen. Als uw primary weapon. En houd deze als uw secundaire, want echt waar. Niet te schatten, deze wapen is echt goed. Dan gaan we nu over naar de... De Flatline. Ook niet slecht. De Flatline. En als we juist gezegd zijn, gaan we nu over naar de Flatline. Dat is een assault rifle. Het packt de punch, om het zo te zeggen. Het heeft een goede damage. Omdat ook heavy rounds gebruikt. Een 20 round chamber. Ik had chamber zeggen, dat is gemakkelijker voor te zeggen. Dus dat geeft een speler genoeg firepower voor door een schild ervoor te gaan. En voor wat early game damage te dealen, dat kun je best met deze wapen doen. Deze vind ik ook wel vrij regelmatig, als je goed weet wat je moet doen, als je goed weet wat je moet kijken eigenlijk. Dus hij is hier goed voor close en medium range. Heeft ook deze heeft auto en single shot. Nu, ik gebruik deze als single shot. Waarom? Ik weet niet. Single shot is me beter met deze. Dan ben ik een sniper, eigenlijk. Dan damage, ja, headshot 32 damage. En body shot 16 damage. Dat verschilt wel een beetje. Maar het maakt eigenlijk niet veel uit. Als je ze met automatic doet, maakt het niet zoveel uit. Met single eigenlijk ook niet. Als je erop kunt tikken op je kastje. De attachments voor de flatline. Standard optic. Extended heavy mag en standard stok.
Nu, hier zijn geen... Oh, ja. Add-ons, dus die speciale dingen dat je daarvoor vindt, die heb je daar niet in. Maar ik zeg het, dat is desalniettemin een heel goed wapen. Je kunt er serieus wat damage mee aanrichten als je ermee kunt werken. Ik zeg het, hè. Met een uim moet je het erbij pakken. Mijn excuses daarvoor. Het volgende wapen waar we het over gaan hebben, is een triple take. Dus eigenlijk ook één, niet één van mijn favoriete wapens, maar toch favoriet wapen. Als ik het vind, neem ik het mee. Dus de triple take. De triple take. Een van de meest unieke snipers in het spel. Vind ik. Omdat het 3 projectielen in 1 single horizontal line afvuurt. Ieder schot is wat gegroept, in een hechte groep. En het deelt echt heel veel damage als een target geraakt wordt. Nu, vooral als een target zijn kop een keer uitsteekt. Ik heb het al meegemaakt, ik gebruik hem ook regelmatig. Als een target zijn kop een keer uitsteekt, dan kun je wel wat damage doen. De triple take die gebruikt energy ammo en kan tot 5 rounds per clip dragen. Voor de damage, headshot is 138 en bodyshot is 69 damage. Dat is niet slecht, hè? Maar het is een sniper. En dan kun je, wat kun je, dus dan kun je ook de attachments. Je kunt daar een standaard of een sniper optiek op steken. Dan een sniper stok kun je ook op steken. En dan een hop-up. Een precision choke. Ik zeg het, ik gebruik hem ook redelijk veel. Nu, je moet hem wel gewoon worden, maar ik gebruik hem redelijk veel. Die is echt heel goed voor op afstand. Dus als je hem vindt, pak hem mee. Je loopt er niks mis mee. Je moet er wel mee kunnen werken. Want snipers zijn nooit niet evident om mee te werken. Maar op zich is een triple take, mijn laatste woord erover, easy te hanteren. Toch vrij easy te hanteren, vind ik. Als je nog nooit in mijn sniper hebt gewerkt. Want mijn eerste kills op Apex was met een triple take. Dan verder gaan we naar de G7 Scout. Ja, ook een sniper, denk ik. Moet ik hier zien in mijn lijst. Dus de G7 Scout. Ook een sniper rifle. Ik had dus wel gelijk. Dat is wel juist. Dus de G7 Scout is ook een sniper rifle, maar hij is de zwakste sniper rifle in het spel. Waarom? Hij gebruikt light rounds. Dus en die zijn heel zaal. Die doen wel damage, maar niet de belangrijke headshot kills. Nu, hij is semi-auto, dus dat wil zeggen dat hem eigenlijk wel goed is voor shots achter elkaar te doen. Het is een 10-round magazine, dus dat geeft ook wel een beetje flexibiliteit in uw shots. Dus als je echt niks anders vindt en je vindt een G7 Scout, is wel redelijk. Want ik mis ook wel een keer, ik schiet wel raak met de andere geweren, maar ik gebruik hem ook wel van tijd, de G7 Scout. Hij is leuk voor mij te werken, vind ik persoonlijk. Dan damage, ja, zoals gezegd, deelt hem niet veel damage. Headshot is 60 damage en bodyshot is 30. Dus niet veel damage, omdat hij ook maar light rounds gebruikt. Dan voor attachments, ja, de barrel stabilizer, ook weer een standaard en sniper optiek kunnen erop zetten. Dan een extended light magazine en dan ook weer een sniper stok. Nu, als ik persoonlijk moet kiezen
tussen de G7 Scout of de Triple Take is mijn keuze heel rap gemaakt. Dan is het toch de Triple Take. Persoonlijk. Heel veel arms. Fuck. Sorry voor mijn taalgebruik. Het volgende wapen is de R99. Een assault rifle. Dus een R99. Hij heeft een fast fire rate. Je kunt heel rap werk maken van tegenstanders die in uw sights komen. Nu wel, je moet wel alle, zo goed als alle kogels van die 18 round clip voor echt damage doen. Dus voor echt iemand te killen. Dus als resultaat daarvan is het beste dat je de R99 Rapid Light Ammo Rounds gebruikt voor kort, dus echt voor kortbij. Nu, ik gebruik hem ook van tijd wel een keer van ver, voor een beetje afleidend werk te doen. Nu, het is een submachine gun, dus niet slecht, sorry, ik heb me dat straks gesproken. Het is een submachine gun. Maar je moet echt wel close and personal gaan bij je dingen als je echt er iets mee wilt doen. Dan damage profile, ja, headshot 18 damage, bodyshot 12 damage. Voor die attachments, ja, de barrel stabilizer, standard optic, extended light magazine en de standard stock. Ook weer varieert van kleur. Blauw, paars en wit. Wit is het laagste. Nou, de R99 wordt ook regelmatig gebruikt. Ik zeg het. Ik raap hem op. Ik speel vooral. Ik kan nu al zeggen waar ik vooral mee speel. Dat is bij de Prowler en dat is bij de Havoc. Prowler heb ik al besproken. Havoc wordt nog besproken. De R99 is wel goed. Ook omdat hij light rounds gebruikt. En light rounds gooien ze in Apex naar je kop. Veel aan. Weer een keer. Nu gaan we nu over naar de Hemlock. Dat is ook wel een vies goed wapen als je er weet mee om te gaan. Zo, de Hemlock. Een assault rifle. Het is een beest op het veld. Hij is echt accuraat. Dus 3 round firing patterns. Dus, en doet heel veel damage. Dus waar het eigenlijk perfect in staat is om een enemy te knocken. Voordat ze echt kunnen reageren. Het gebruikt heavy rounds. Dus het houdt een 18 bullet magazine. Dus per magazine heb je 18 kogels. Maar je moet wel precies blijven in je aim als je ze echt allemaal wilt raken en als je ook echt de headshots wilt hebben. Dan moet je echt precision hebben, dus dan moet je echt goed zijn in je aim. Ik gebruik hem eigenlijk als single shot. Hemlock gebruik ik als single shot, ja, ik weet niet waarom. Omdat dat van hen beter is dan in burst, in automatic. Maar ja, ieder heeft zijn keuzes. Dan damage profile, dat is weer een hele boek vol. Dus headshot is 34 damage per shot. Nu, als je de burst fire gebruikt, dan is 72 damage headshot. Headshot damage, sorry. En dan body shot is 18 damage per shot. Ook als je de burst gebruikt, is het 54 per shot. Nu, ik gebruik de burst zelden. Als ik al iets heb met single shot, dan ga ik de burst wel gebruiken. Heb ik nog niks met single shot, dan ga ik de burst niet gebruiken. Dan voor de attachments. Ook een barrel stabilizer, een standaard optic, een extended heavy mag en een standaard stock. Ik zeg het, deze gebruikt
heavy ammo. Dus de dingen komen redelijk hard aan. Redelijk hard, vind ik. Maar ik gebruik hem regelmatig in het spel. Zult je dat misschien wel zien. Ik zal misschien ooit een keer een game. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Dus als ik hem gebruik in-game, dan kan ik er eens even babbelen. Als ik hem vind, dan zal ik beginnen op te nemen. Dan gaan we nu over naar de EVA 8 Auto Shotgun. Zo, de EVA 8 Shotgun. Een auto shotgun eigenlijk. Excuseer. Kan gebruikt worden in de meeste levels van alle Elsons spelers uit. Dus kunnen wij eigenlijk overal voor gebruiken. Nu, de damage is misschien iets lager dan andere shotguns. Dat weet ik nu niet. Want ik heb er nog maar één gehad en dat was als echte shotgun. Hij heeft een achtergaand clip. Dus dat wil zeggen, veel damage. Bijvoorbeeld, ik zeg het van Corbeil is die een devastating als je hem hebt. Ik heb ooit eens van ver een kill ermee gehaald. Raar maar waar. Want dan zal hij al down geweest zijn met een enemy. Nu, het beste is als je die vindt, dat je heel veel shotgun shells vindt. Het is een van mijn favoriete shotgun in het spel. Ik raap hem op, als ik hem vind, hou ik hem bij. Nu, hij zal wel gewisseld worden als ik een andere shotgun vind. Daar later meer over. Nu, damage profile is 90 damage headshot. En 63 damage bodyshot. Nu, een verschil ervan, zoveel. Van 57 geloof ik. Maar dan nog, als je twee keer een bodyshot landt, dat is ook niet slecht. Detachments, die hebben er eigenlijk echt weinig op. Dus je kunt een optiek opzetten, een standaard en een shotgun bolt. Ik moet eens gaan opzoeken wat dat allemaal wil zeggen. Die shotgun bolt, want ik heb nog, ik zit er maar op, omdat het daarbij hoort, maar ik weet niet wat het doet, eerlijk gezegd. Dus ja, ik zeg het, de EVA 8 Automatic is niet slecht. Zeker niet voor combat, zeker niet als je uw enemies wilt doen panikeren, want ik panikeer meestal als ze mij beginnen schieten, maar zo weet. Want als je ene shot en te goed geraakt is down, toch rap. De helft van je health kwijt of de helft van je shield kwijt. Dan als laatste. Nee, als laatste zeg ik nu. Ik heb nog geen lijst gehad, sorry. Shit man. Dan het volgende wapen is zoals gezegd daar straks. Ik zie dat ze erop ging zijn, want dat is nu in mijn lijst. Na de EVA 8 is een Havoc. Leuk wapen. Zo. De Havoc. Aha. Dat is het eerste wapen wat ze hebben toegevoegd na de launch van de game. Dus iets later hebben ze dat toegevoegd. Dat is een assault rifle. En dat is de enigste assault rifle die een energy ammo gebruikt. Hij is populair bij sommige mensen. Maar ik gebruik hem. Als ik hem vind, dan heb ik hem en hij is goed. Dat is natuurlijk de enigste gun in de game waar dat je twee verschillende hoop-ups kunt gebruiken. Dus turbocharger, ja, maar dan gaan we verder, een beetje verder over babbelen, dat zijn hoop-ups. Ik vind het een goede wapen. Dan heb ik eens een heel goed wapen. Nu, ik persoonlijk ben niet zo'n fan van de hoop-up select fire receiver. Nu, daar meer over waarom, een beetje. Dus damage. Headshot 36, bodyshot 18. Niet zo denderend, maar dan ook. Het is een goede wapen. Whatsoever. Available attachments dat je hebt. Dus de standaard optiek en de standaard stok. Nu gaan we het hebben over de hop-ups. Dus eigenlijk uw dingen dat je wapen eigenlijk sterker moet maken. Dat is meestal paard of goud. Je hebt een turbocharger en je hebt een select fire receiver. Ik persoonlijk gebruik meestal een turbocharger, omdat ik dan eigenlijk het effect heb van een devotion. Want als je tegen een devotion komt te staan, weet je allemaal zeker dat je down gaat. Als je teammates je niet helpen, dat is echt zonder zwans. Dan heb je de select fire receiver.
Dus dat verhoogt uw havoc in een semi-automatic rifle, dus die deelt dan enorm veel damage. Alleen jammer dat je dan dat je er geen sniperstok kunt opzetten. Dus, want als jij uw select fire receiver hebt, je vindt die, je zet die daarop, engels of vanaf tegelijkertijd, dan kan het wel zijn, dan is het niet voor kortbij, dan is dat echt voor van medium en verre afstand, want op de tijd dat die geladen is, heeft uw tegenstander bijvoorbeeld met een devotion nu al 20 keer geraakt. Dus mijn persoonlijke mening, gebruik de turbocharger voor uw havoc. Echt aan te raden als je havoc gebruikt. Ja, en voor de rest, ik zeg het, best wel een goed wapen. Dan gaan we nu over naar het volgende wapen en dat is de R301. Zo, de R301 Carbine. Is misschien de zwakste assault rifle in het hoopje. Maar, omdat hem light ammo gebruikt. Maar zijn full auto mogelijkheden en zijn 18 round clip geven genoeg vuurkracht voor die gevechten van korte afstand meester te zijn. Ook heeft hem een goede accuracy voor op range. Dan. Het is een vrij goed wapen. Maar. Een vrij goed wapen. Maar. Eigenlijk maar. Ik heb er gisteren 3 kills mee gehaald. Dat is de eerste wapen waar ik eigenlijk 3 kills mee heb gehaald. Ooit in Apex. In een rondje. Dus nu voor de damage profile. Headshot damage is 28. En bodyshot damage is 14. Zoals gezegd dan nu de attachments. Ja, je hebt een barrel stabilizer, standaard optic, granite light magazine en standaard stok. Ik had gisteren van alles een blauwke op mijn Carmine staan. Nu, vanaf de blauwe attachments op deze geweer, kun je redelijk veel schade aanrichten. Hangt ook af van het team natuurlijk, maar je kunt er redelijk veel schade mee aanrichten. Nu, zeg het, de R301 is heel goed voor zowel op korte afstanden als op lange afstanden. Dan over naar het volgende wapen. En dat is de Devotion. Beste vriend. De Devotion, dames en heren. Zoals gezegd, eruit. Is eigenlijk de Light Machine Gun. Nu, als het idee leuk lijkt om verschillende tegenstanders neer te maaien met één clip, dan is deze Light Machine Gun iets voor u. Dus die is bekend ook van in Titanfall 2. Want die een zotte rate of fire heeft en heeft een high-end damage, heeft een goede range. En een zeer nauwkeurige hipfire. Nu, geen verrassing dat deze een LMG, Light Machine Gun, heel veel havoc op het slagveld doet. Heel veel chaos, heel veel pijn doet op het slagveld van Apex. Dus ja, deze supersnelle Light Machine Gun is eigenlijk het feit. Dus eigenlijk één klein probleem. Dus dat is counterbalance. Dus het probleem is dat de starting rate van deze geweer is vrij traag. Maar als je uw trigger inhoudt, dan. En een goed wapen. Nee, dat is sowieso uw trigger. Je moet hem inhouden voor je full 44 round clip te gebruiken. Zijn damage profile, ja, dat is headshot 34 damage en bodyshot 17 damage.
Dan voor zijn attachment. Ook weer een barrel stabilizer, een standaard optic, standaard stok en een hop-up turbocharger. Turbocharger, zalig een hop-up, als je een energy wapen hebt. Ik zeg het dan voor de rest, ja, de Devotion is goed. Ja, ik vind die goed. Ik gebruik hem niet zoveel, maar als ik hem vind, zal ik hem wel meepakken. Omdat het toch u die een edge geeft in een gevecht, als het kort bij aankomt en je speelt het slim. Dan, het volgende wapen is de longbow. Ja, ja, de longbow. De longbow, dames en heren. Longbow. Is de sniper rifle. Het is een upgrade van de G7 Scout. We zijn semi-auto action en higher damage dat hem doet. Omdat het heavy ammo gebruikt. Het enige probleem aan de longbow zelf is dat het maar een 5 round clip heeft. Maar zijn damage per shot en zijn 5 attachment slots maken nou meer dan goed. Die gebruik ik regelmatig. Als ik hem vind, neem ik hem mee. Ik gebruik hem heel regelmatig. Dus dat er een heel deel eigenlijk gebruik. Een heel deel wat ik niet gebruik. Dan voor de damage profile, headshot 110, bodyshot 55. Dus je ziet, het is maar de helft minder. Bodyshot, dus maakt het eigenlijk niet uit. Maar ja, ik mik meestal gewoon op manneke als ik ze passeren. Heb ik hem niet. Dan voor de attachments. Heb je een barrel stabilizer, standard of sniper optics, en een extended heavy mag. Dat je met kogels kunt laaien, een sniper stok en dan een hop-up skull piercer, dus waardoor dat je eigenlijk meer damage doet als je een headshot doet. Ik zeg het, de longbow is een goede sniper. Ik gebruik hem graag samen met de G7 Scout. Nu, als ik dan echt moet kiezen voor een sniper rifle, dan zit ik tussen twee en dat is de longbow en een triple take. Maar zoals ik al zei daar straks, ieder heeft zijn eigen keuzes, ieder heeft zijn eigen voorkeuren. Dan voor het volgende wapen, ja, dat is eigenlijk de Kraber, of zoiets. Een beste vriend, haha. Dan, naar het eerste gouden wapen in de lijst. Dat is de Legendary Sniper, dus hij heeft geen attachments nodig, geen, echt zonder zever, geen. De Kraber 50 Caliber Sniper is een van de meest veel schade doen, hij doet meeste schade van heel het spel, om het goed te zeggen. Maar zijn een 6 keer tot 10 keer optic scope. Dat geeft u de toestemming, dat geeft u de mogelijkheid om uw shots te lijnen op alle afstanden. Echt waar, en ik heb het ook al meegemaakt. Als dat u hit, oftewel meer als de helft van uw shield kwijt, of uw shield gewoon kwijt, of als dat u in uw kop raakt, gaat het daal. Dat is een nokt. Maar voor mij is dat er maar 4 bullets per clip heeft, moet je wel er zuinig mee omgaan als je je kills wilt hebben. Nu, damage profile, headshot 250 en bodyshot 125. Ik zeg het nu, als er op je wordt geschoten van de lange afstand en je ziet niet van waar het komt, dan maar zeker dat het een Kraber is. En ik zeg het u, loop dan voor je leven, probeer die persoon te flanken, want anders gaat het niet halen als hij nu in je vizier heeft. En dan kan er een bekken mee om, zijn maar zeker dat hem er schade mee gaat doen. Echt waar, dan doen hem er schade mee. Dan voor het volgende wapen. Nu gaan we eigenlijk naar de top tier wapens van het spel, dus de beste wapens van het spel. En het volgende wapen in de lijst is de Wingman. De Wingman. Een perfecte sidearm.
met heel veel single shot schalen. Dat moet je hem zeker gebruiken. Die gebruikt dus heavy ammo. En kan enemies echt dus stoppen wanneer ze lopen. Als je echt nauwkeurig bent met dat wapen. En je landt headshots. Of. Eigenlijk headshots. Nou, sorry. Even. Dan is het goed. Dan hadden we een knock. Of dan hadden we een kill. Sowieso. Nu, voor op afstand heb je wel een oefening nodig. Maar een keer dat je dit wapen onder de knie hebt en je hebt er, een holoscope op, allez, stel het op te kijken op, dan heb je een goed wapen in je handen, een single shot wapen. Mijn voorkeur. Dan de damage wat hem doet is op headshots, ja, 90 damage zoals er juist gezegd, en bodyshots 45. Alleen ik had eigenlijk niet gezegd dat hij niet damage doet, maar hij doet heel veel headshot damage. Dan voor zijn attachments, standaard optic, standaard heavy mag, en een hop-up skill piercer. Dus juist eigenlijk hetzelfde gelijk bij de longbow. Die is echt gemaakt voor headshots te doen als je hem onder de knie krijgt. Nu als je hem vindt, pak hem mee, zorg dat je genoeg heavy ammo hebt. Want je kunt er wel een heel deel schade mee aanrichten. Om het zo te zeggen. Dan naar het volgende wapen. Dat is de Spitfire. En ook weer al echt het best van een wapen. De Spitfire. Ja, dat is de Spitfire. De M600 Spitfire. Nu. Dat is ook een beest. Maar het doet heel veel damage. En het is heel accuraat op lange afstanden. Het gebruikt heavy rounds en het houdt tot 35 rounds in een single clip. Dus dat geeft u genoeg kogels om de verschillende doelbutten te grinden. Nu, het duurt wel even voor te herladen, dat is eens een nadeel. Dus het beste is als je die in gaat herladen, dat je achter cover gaat zitten, want anders hebben we een groot probleem. Dan voor de damage. Ja, headshot 40 damage en bodyshot 20 damage. De available attachments van dit wapen zijn de barrel stabilizer, de standaard optiek, de extended heavy magazine en de standaard stock. Nu, goeie tip dat ik nu al ga meegeven, als je zoveel attachments kunt zetten. Zorg dat je er blauw hebt. Blauw of paars. Ik weet dat het dan niet altijd even gemakkelijk is om te vinden. Maar zorg dat je blauw of paarse attachments vindt voor je wapens. Dan. Ja, ze worden korter en korter. Mijn wapendingen worden korter en korter. Gaan we over naar het voorlaatste wapen in de lijst. Nummer 2 in de lijst. Dat is de Peacekeeper, letterlijk en figuurlijk een Peacekeeper, de mannen. De Peacekeeper, mensen. De Peacekeeper. Excuseer. Dat is eigenlijk een klassieke shotgun. Hij heeft een 6 round clip, wat heel veel damage doet. Ja, eigenlijk heel veel damage. Het is een klassieke shotgun voor iets. Hij zegt, als je accuraat bent en gezet, dan is dat een 2-hit, 3-hit kill. Neem het mee als je het vindt. Ik zeg het is een goede shotgun voor te gebruiken in een gevecht. Damage profile zijnde. Headshot is 165 en bodyshot is 110. Dus ja. Nu, je kunt er een optic op zetten. Nu, ik weet niet of dat zo evident is, denk ik. Een optic. Je hebt de shotgun bolt altijd gebruiken. En dan heb je een hop-up, dat is de precision choke. Nu, ik zeg het nog eens, als je hem vindt, pak hem mee. En uw attachments, blauw of paars. Ik kan dat bij ieder wapen zeggen. Ik zal het zo zeggen. Ik had dat bij ieder wapen moeten zeggen. Maar, ik heb het beste als laatste bewaard. En, dat is de Mastiff. Ook een shotgun, maar daarover meer.
Sweet. Amai. De Mastiff, dames en heren. Het nummer 1 wapen in mijn lijst, persoonlijk. Dat is het tweede legendarische wapen in het spel. En het heeft een punch, hè. Echt waar. Dus als je al je shots kunt landen op de kop van je target, zijn maar zeker dat als je één shot goed hebt, dan is de kans groot dat je nog maar één moet doen daarna en dat hem dood is. Dus hij heeft wel maar 4 rounds per magazine, dus per clip eigenlijk. Nu, je moet eigenlijk je moeite gaan doen. Echt, hier kan ik over blijven praten over dit wapen. Je moet echt je moeite doen voor de room te clearen, de room proper te maken. De cleaner, ik kan hem zo noemen. Attachments heeft hem niet. Het is goud, dus de gouden, ik ga er even bij zeggen. Dus de gouden wapens, dus de legendary wapens, hebben geen attachments. Geen een van mijlen. Dan damage profile. Headshot, alstublieft, 288 damage. En bodyshots, 144. Dus, gebruik hem. Heb je een doodswens en er komt een loot op van iemand anders, gaat daar heen. Wie niet waagt, wie niet wint. Nu, ik raad u niet aan. Want zo ga ik meestal de pijp uit in het spel. Maar als je hem echt wilt vinden, hoopt op de lootroep van een ander team. Probeer dat ander team uit te schakelen. En hoopt dat er zoiets in zit, gelijk de Westief of gelijk de Kreber. Dan zijn er gezet voor heel de match. Als je weet dat je hem moet gebruiken. Zo, deze was dan voor al met een uitleg. Zometeen komt er nog een eindwoord. Ik zeg het nu zo wel. Ik heb hier heel veel tijd in gestoken. Miljarden ju. Ja. Zo. Dit is het einde van deze video. Waarom heb ik dit gedaan? Gewoon omdat ik wou dat wel eens proberen voor wat uitleg te geven over de verschillende wapens in Apex Legends. Dit is echt uncut. Daar is niks in geknipt, niks in geplakt. Je gaat me horen zoals ik zijn. Nu, ik hoop dat jullie de video iets vindt. Ik heb er mijn tijd in gestoken. Echt, zonder zeven mijn tijd in gestoken. Het zijn 20 wapens, dus daar krijg ik een beetje tijd in. Amai. Zoals gezegd, het is uncut. Je gaat heel veel zeuren, zoals je juist hebt gehoord. Nu, ik hoop dat jullie de video op zich iets vond. Dat jullie er iets aan hebt. Er komen nog video's, dan gaat dat over Legends gaan, of dan gaat dat over de buffs gaan en de debuffs. Nu, er is wel een heel deel veranderd tussen de opnames door. Er zijn wapens die dan een debuff hebben gehad, die dan een buff hebben gehad. Nu, die uitleg ga ik er niet bij zetten. Ik ga die van onder in de beschrijving zetten, zodat jij die op je gemak kunt lezen. Het zou wel eens kunnen dat in het Engels kan zijn, want ik ga die gewoon copy-pasten. Ik kan er eigenlijk in zijn. Er is me alleen te zeggen, bedankt voor het luisteren en te kijken. Vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet, als je wilt, te abonneren op mijn kanaal. En vergeet zeker niet dat belletje aan te tikken, voor op de hoogte te blijven van al mijn video's. De rest me alleen nog te zeggen, deze was Angry Goldfish. En ik zie, hoor, jullie bij de volgende. Peace!